Parijs, de stad die vrede zielshalen onder haar hemel doet. Dat hebben we zo straks al gehoord in Suisse de Paris. Parijs, de stad waar Edith Piaf van de straat is gepleurd. En groot is gemaakt door haar managers. Edith Piaf begon in armoede als straatsangst. En orkestleiders en tekstschrijvers schreven haar liedjes. Maar ze heeft één liedje zelf geschreven. Ze kreeg er maar een beetje hulp bij van haar tekstschrijvers. Want er zaten spelfouten in, klopte niet helemaal, er waren een beetje volks. En dat liedje? Dat liedje komt uit 1945 en is 75 jaar oud. Hij is het. Hij is mijn hart binnengekomen. Hij is het voor mij. Hij heeft het me gezegd. Hij heeft het me gezworen voor het leven. Dames en heren, mag ik u uitnodigen om samen met mij te zingen en het album La Vie en Rose. Oké, dat is een liedje. Sorry. Als... ja, had hij ook wel even kunnen zeggen. Ja, maar, u zit er met de neus op de knop. Laat die al goed. De l'orgueil, j'appartiens.